Goedemiddag. Goedendag, jongen. Ik moest even graven naar dat gevoel wat jullie ook weer hadden na die 0-0 in Arnhem. Ik kan me voorstellen dat je dat zelf ook nog hebt. Nou nee, want meestal als ik hier zat na een slecht resultaat, werd ik heel erg gerefereerd aan die wedstrijden als ik verloor. En het gevoel naar Vitesse, het is goed dat je dan vraagt, die was heel anders en die is goed. Maar dat duurt even, want er zit een week vrij tussen en nee, dan een zondag. Maar dit gevoel was wel goed. Is wel goed. Hoe hou je dat vast? Ja, door met z'n allen te blijven praten over de afspraken die we willen maken, willen houden. Door beelden te laten zien. Door, als het kan, natuurlijk zo goed mogelijk te trainen met elkaar. En dat moet je vasthouden. En tegelijkertijd heb je ook jongens met een individueel programma die terug moeten komen. Maar ik wil niet zeggen gegeven dat het in één keer weer zondag, want ja, dan ga je gewoon weer heel simpel vanaf Kiet af aan op nul beginnen. Maar je merkt wel dat daar, dat ze ook wel hebben gemerkt dat door de manier waarop, dan moet dat net een beetje dat stapje geven. En dat is belangrijk weer naar Fortuna. Heb je het gevoel dat door dat gevoel en het feit dat het mogelijk de laatste kans is en dat je misschien op zaterdag een positief resultaat kan zien bij een concurrent, dat die dingen gaan opstapelen en kunnen gaan resulteren in een driepunter? Ja, alles speelt wel een rol, denk ik. Zij dat je natuurlijk Fortuna moet gaan verslaan. Maar alles kan wel positief een rol gaan spelen als resultaten van concurrenten, dat soort zaken. Als het mee gaat spelen. Vanuitgaand zou het mooi zijn als wij die drie punten zouden halen. Waardoor de afstand kleiner wordt naar die concurrenten. Ja. Dat helpt allemaal wel mee. In aanloop bij Utrecht was dat ook zo. En toen werkte het eigenlijk averechts. Ja, Utrecht was vele maten te groot en hebben dat heel slecht gedaan als team en als individu in zijn totaliteit. Daar hebben we het over gehad. Dus wat dat betreft ben ik wel heel blij geweest met de manier waarop ze zich hebben vertoond tegen Vitesse. En ook in fitheid eigenlijk, want in de eindfase hadden we die wedstrijd zelfs kunnen winnen. En lagen er best wel die mogelijkheden. Dus daar hamer je wel op van, hey, je ziet zelfs tegen een goed team, als we met elkaar de juiste dingen doen, dan kunnen we resultaten halen. En dat moet eigenlijk zondag ook. Neem ons eens mee naar de donderdag in deze week, de dag van het kort geding. Hoe gaat dat dan? Volg je dan social media? Hou je je telefoon de hele dag bij de hand? Heb je een open verbinding met Mohamdi? Hoe gaat het in de spelersgroep? Nee, leeft zoiets überhaupt? Leeft zoiets. Je moet het zo zien. Intern wordt er goed gecommuniceerd. En donderdag waren we trouwens vrij. Dus dat wordt goed gedaan. We weten dat eraan zit te komen. We weten dat de club de mensen er alles aan doen om tot de juiste oplossingen te komen. Dus ja, als je goed communiceert, ontstaat er ook een stuk rust. En op dat andere hebben we allemaal geen invloed. Dus dat mogen duidelijk zijn. En tegelijkertijd hebben we het natuurlijk met name over Fortuna en over onszelf. Daar moet al onze energie in zitten. Goed. Maar bijzaken vreten soms energie. En dan heb je ook nog eens een keer in deze week in aanloop naar die wedstrijd te horen gekregen dat op de speeldag de laatste euro de portemonnee uitgaat. Dat doet ook wat met vaders die in jouw selectie zitten en hun gezin moeten onderhouden, toch? Wij worden wel goed geïnformeerd, hoor. Dat klopt niet? We worden goed geïnformeerd. Dus dat brengt wel een stuk rust. Ja, maar het feit blijft dat de portemonnee leeg is. Dus daar kan je niks aan veranderen, hoe goed je ook geïnformeerd bent. Ik ben bezig om een oplossing te zoeken en ik ben niet de juiste persoon om hier natuurlijk te gaan reageren. Nee, ik vraag je gevoel. Ik ben juist daarom. Dus daarom geef ik aan, ik probeer ze zo goed mogelijk hun aandacht te laten vestigen op hetgeen wat op het veld moet gebeuren. En de zaken eromheen, dat wordt natuurlijk breed uitgemeten, ook in de media. Ja, daar kan je naar luisteren, kan je naar kijken, maar ik vind altijd, zorg eerst met z'n allen dat we op het veld zo goed mogelijk presteren. Dat anderen, dan laten we ons informeren en that's it. En dat is veel belangrijker, vind ik, op dit moment voor een speler, dat hij voor de club er alles aan doet om uit deze situatie te komen. En wat volgende week is, dat horen we dan wel. Vind je dat de elf die starten in Arnhem het verdiend hebben om weer te starten? Ja, maar dat wil niet zeggen dat het zo is. Maar ze hebben het wel verdiend. Ze hebben enorm gevochten eigenlijk. Ook behoorlijk gespeeld. Zij het minder de bal gehad dan Vitesse. Maar wel de discipline en alles waren wel goede dingen. Maar dat wil niet zeggen dat we zo starten. Maar waarom wil dat dan niet zeggen? Wat goed is toch goed? Ja, wat goed is goed, maar dat hoeft nog niet. Dat zien we zondag wel, joh. En waar denk je aan? Hoe bedoel je? Nou ja, je gaat dan toch, neem ik aan, een wijziging doorvoeren.
Nee, ja, je pakt het ook breder. Hè. Er komen ook jongens terug. En je gaat kijken waar kunnen we Fortuna het meest pijn doen. Je gaat ook denken in scenario's. Wat gebeurt er op het moment dat we een bepaalde stand hebben in een wedstrijd? Ja, je krijgt ook jongens terug die bijvoorbeeld nog geen 90 minuten kunnen spelen. Dus dat speelt allemaal wel een rol. Ja, tegelijkertijd ligt er wel een kern. Het is niet zo dat ik 5 namen gaat wijzen. Nee. En dan een rolletje Dextro voor Zuiverloon? Ja, als je roept om een wissel, ik ben Oost-Indië zelf en met supporters op de tribune hoor ik dat niet. Dus ja, dan hebben ze mooi pech. Succes. Dankjewel, Jim. Wie mis je eigenlijk nog?